Goedemorgen dames en heren, welkom bij Weer Beweegt. We gaan er wel lekker tegenaan vandaag, lekker bewegen, is goed voor je. Dus wij hebben er allemaal zin in, ik hoop u ook. Oké, goed rechtop, denk weer aan je houding, denk weer aan de voetafwikkeling, teenhak. Oké, goed rechtop blijven, schouders blijven laag. De armen gaan we langs je lichaam. We gaan even zwaaien, rustig ontspannen, los, los, los. Los, los. Oké. Hou de schouders laag. Hou ze laag. Prima. Goed zo, we gaan die even opzij. Zij. Zij. Los. Lekker ontspannen. Helemaal los. Goed zo, blijf rechtop. Niet in elkaar duiken, maar blijf recht. Goed zo. Keurig, de schouders blijven laag. En ontspan. Oké. We gaan de armen mee bewegen. We gaan dadelijk een zijtik doen. Ik zal hem één keer voordoen. Gaat dan naar rechts. 1, tik, zij, tik, zij, tik. Oké, doe allemaal maar mee. En zij, tik, zij, tik, zij, tik. Goed zo. Doen we 16 keer. We hebben er 8 op zitten, dus nog 8. 1, 2, blijf goed rechtop. 5, 6, 7, 8 en stap op de plaats. Oké, prima. Dan daag ik de knieën omhoog. Dus blijf op de plaats staan. Komen daag ik de knieën omhoog. Hou ze een beetje, niet te hoog tillen, dus hou ze een beetje lager. Oké, doe maar mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nog. 6, 5, 4, 3, 2, en stap op de plaats. Stap. 2. Goed. Dan gaan we weer over naar de zijtik. Beginnen met rechts. 6, 7, 8. Zij. En 2. 3. 4. 5. 6. Dat doen we ook weer 16 keer. Goed zo. Nog 8 keer. Blijf rechtop. Schouders blijven laag. Goed zo. Blijf op. Nog. 4. 3. 2. En nou proberen we gelijk de knie erbij. 1. Op. En op. Blijf op de plaats. Goed zo. 4. 5. 6. Blijf goed rechtop. Oké, nog 8 keer. Goed. Ga door. Als het te hoog is, dan doe je gewoon je knie wat lager. Dat mag ook. Geen probleem. Oké. En stap op de plaats. Stap. Oké, goed zo. Dan gaan we door opzij. 5, 6, 7 en weer 16 keer. En 2. Goed zo. 3. Blijf rechtop. Goed zo. Schouders blijven laag. Armen lekker losjes mee bewegen. Oké, prima. Goed zo. En nog 4. 3. 2. En gaan gelijk de knieën omhoog. En 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, de laatste 8. Hou nog even vol. Nog 6. Nog 4. Goed zo. Nog 2. En 1. En goed zo. Stap uit. Prima. Adem in door je neus. En adem uit door je mond. Adem in door je neus. En adem uit door je mond. Oké, nu zijn we lekker warm. Gaan we door naar het volgende blok. Oké, dames en heren, we gaan verder met het conditionele stukje. Wij zijn er klaar voor. Hier ook, hè? Ja. Ik hoop jullie in de huiskamer ook. Goed rechtop. Denk weer aan je voetafwikkeling. Eerst je teen, dan je hak. Oké, prima. Goed zo, de schouders blijven laag, dus niet optrekken. Lekker los. Goed. Ga dadelijk één pas zij, één pas terug. Dus rechts, tik, links, terug. Doe maar gelijk mee. Prima. Rechts, tik, links, tik. Rechts, tik. Armen gaan lekker losjes mee. Goed zo. Ga door, blijf rechtop. Goed. Dan ga ik dadelijk dubbele sidestep. Dus dit was de enkele. En dan ga ik dadelijk twee keer naar rechts en twee keer naar links. Ik zal hem één keertje voordoen. We gaan dubbel. Dubbel. Twee, tik en terug. Twee, drie, tik. Weer naar rechts. Twee, drie en links. Oké, prima. Ga door. 1, 2. En 1, 2. Goed zo.
De armen lekker losjes meebewegen. Goed. Geef niks. We beginnen gewoon met het opnieuw. Ja, prima. Oké, ga door. Blijf rechtop. We doen hem nog één keer naar rechts en één keer naar links. 1, 2, 3. Oké, stap op de plaats. Goed zo. Dan komen de knieën omhoog. Als je denkt van nou, het gaat me te ver, dus gaat het hoog omhoog, dan pak je gewoon laag. Ja? Oké, hoog. En doe maar mee. Als het nou te moeilijk wordt en je denkt van, ah, ik begin te wiebelen, mag je ook eventueel de stoel erbij pakken. Dus dan hou je met je hand de stoel vast. Oké, prima. Goed zo. Oké, goed. Nou, 4, 4, 3, 2, 1 en stap. Oké, ja, weer 1 passzij. 6, 7 en 1, 1, 1. Goed, en links, rechts, links, rechts, links. Nog 1 keer en dan gaan we weer de dubbele. Dan gaat hij dubbel, dubbel. Oké, prima, goed zo. Ga door en blijf rechtop. Goed zo, terug. Oké, 3. Goed, ga door. Nog 1 keer. Let op, we gaan blijven de twee stappen opzij maken, maar dan komen de schouders erbij. Schouders, achter, 2, achter. Als dat nou niet lukt, mag je ze ook nog langzamer de schouders doen. Nog langzamer, of je laat je schouders gewoon weg. Oké, en anders gaan we lekker draaien. Goed zo, draai, 2, nog 1 keer. Prima, ga door, terug, op de plaats, stap, stap. Goed zo. Komen naar de knie weer omhoog. 5, 6, 7 en knie. 2, 3, 4. Goed zo. Blijf rechtop. Ga niet elke keer in elkaar duiken, maar blijf rechtop. Goed zo. Oké. Nou komen dadelijk de armen erbij. Dus gaat hij 1. Weer mee bewegen. Buig. Als die schouder weer, of de knieën weer te hoog gaan, dan doe je ze gewoon weer lager. Geen probleem. Je kunt altijd meedoen. Goed zo, hoog, 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 hoog. Nog 8, 7, 6, 5, 4 en 3. Nog 2 en 1 en stap eruit, stap uit. Oké. We gaan weer dadelijk de enkele sidestep doen. Dus 1 keer rechts, 1 keer links. Daar gaat hij. En 1, 1, 1, 1, 3 en 4. Nog 4, terug, 3 en 2 en de laatste, laatste. En we gaan nog een keer de dubbele side en dubbel terug, dubbel. Oké, dubbel rechts. Oké, prima, dubbel links. En we doen nog een keer met de schouders en langzaam. En je mag hem ook snel en snel. Nog een keer langzaam, langzaam. Oké, prima. Langzaam. En de laatste keer snel. 1 en 2 en 3. Oké, en stap uit. Stap uit. Goed. Oké, prima gewerkt, dames en heren. Jullie hier achter ook. Hartstikke goed. Bedankt, dames. Ga een keer adem in. En blaas uit. Blaas in. En blaas uit. Oké, dankjewel. Hallo, ik ben Sanne Kupers en ik werk bij het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn. Binnenkort start er weer een cursus Ouderen en Veiligheid. Deze cursus is gratis voor Weerter inwoners die 55 jaar of ouder zijn. De cursus behandelt veiligheid binnens en buitenshuis. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan inbraken, diefstal, oplichting, skimmen, identiteitsfraude. Maar ook de gevoelens die er komen kijken bij als het gaat om veiligheid, zoals angstgevoelens. Dit komt allemaal in de cursus aan bod. En de cursus heeft dan ook als doel om mensen met een veiliger gevoel thuis te laten wonen in hun eigen omgeving. Aanmelden voor deze cursus kan bij Punt Welzijn. De eerste cursus start op 17 juni. Maar mocht deze al vol zijn, dan heeft u na de zomervakantie ook weer een kans om deel te nemen. Dus meld u gewoon aan bij Punt Welzijn. Ik ben Wilma Kooijman, ik ben 62 jaar
En ik doe mee met, sport, met de Weert Beweegt, omdat ik het gewoon heel leuk vind om te sporten. Ik heb altijd heel veel gesport. Onlangs ben ik een keer langdurig ziek geweest en toen ben ik, heb ik een sterke terugval gehad. Ik ben toen weer niet op nul, maar op min 100 moeten beginnen. En uiteindelijk zie je dan toch die stapjes voorwaarts door als je blijft sporten en bewegen. En uiteindelijk heb ik in een half jaar weer alles bereikt wat ik voorheen ook weer wat ik voorheen ook kon. Vandaar dat ik denk van ja, ik blijf bewegen en dat houdt je fit en gezond. Dames en heren, het conditionele gedeelte zit erop. We gaan nu verder met oefeningen voor het onderlichaam. De beide dames maken ook gebruik van de stoel. Heeft u evenwichtsproblemen, gebruik de stoel. We stappen vanuit deze positie. Licht naar achteren. Voorste gewicht. Het gewicht blijft op het voorste been. Plaatsen weer bij. Heeft u handen in de zij. Desnoods op het been zetten. En terugkomen. Wat gaan we doen? We beginnen 4 maal op rechts. Daar gaan we. Stap uit. Plaats bij. Stap uit, houd de romp recht op, plaats bij. Blijf rustig doorademen, ontspannen in de schouders. Zoek een punt voor u waar u naartoe kunt kijken. En weer terug. We gaan naar de linkerkant. Naar achteren. Stap bij. Achterste voet komt de teen op de grond. Voorste voet houdt u volledig op de grond. We gaan naar 3. Plaats terug. En we gaan naar 4. Plaats terug. Okay. Doe hem nogmaals. We gaan hem wat uitbreiden. We gaan de knie naar voren brengen. We beginnen weer op links. Stap uit. Knie omhoog. U bepaalt zelf hoe ver u uw knie kunt optillen. Trek uw tenen omhoog. Eventueel gebruik maken. Door te steunen. Rustig teruggaan. En omhoog komen. Gaat ie, dames? Andere zijde, we gaan naar rechts. Stap naar achteren. Knie omhoog. Stap naar achteren. En u ziet het, ook ik heb moeite om mijn evenwicht af en toe te houden. Stap naar achteren. Kom omhoog. Laatste, stap naar achteren. Kom omhoog. Oké, we schudden even lekker de benen los. We gaan tik voor, zij, achter erbij doen. We beginnen op links. Naar achteren, knie omhoog, tik voor, zij, achter. Knie omhoog, tik voor, tik zij, tik achter. Nog 2 maal, tik voor, tik zij, tik achter. Zak door. Laatste, tik voor, tik zij, tik achter. En we plaatsen bij. Schudden even los. We gaan naar de rechterzijde. Knie omhoog. Tik voor. Tik zij. Tik achter. Knie omhoog. Tik voor. Zij. Achter. Hou de romp recht. Voor. Tik voor. Zij. Achter. Laatste, knie omhoog, tenen op, tik voor, tik zij, tik achter. En we schudden even de benen los. We gaan hem nogmaals doen, 2 maal rechts, 2 maal links. We beginnen op links. Knie omhoog, tenen op, blijf groot, tik voor, tik zij, tik achter. Voor. Tik voor, tik zij, tik achter. En we schudden even los. We gaan naar de rechterzijde. 2 maal. Gewicht op rechts, daar gaan we. Rond blijft groot. Knie omhoog. Tik voor, tik zij, tik achter. En de laatste. Knie omhoog. Voor, zij en achter. En we schudden de benen even los.
Even lekker ademhalen. Adem in door de neus. En adem uit door de mond. Zwaai maar even lekker de armen los. Laatste maal. En adem uit. Dank u wel, dames. Keurig gewerkt. Dames en heren, na de spierversterkende oefeningen gaan we nu naar de cooling down. We schudden de benen even lekker los. Armen lekker mee schudden. We zetten de voeten op schouderbreedte. En we gaan de hamstring, de achterkant van het bovenbeen, een klein beetje oprekken. Voeten stevig neerzetten, schouderbreedte. Knieën licht gebogen. Schouders ontspannen, romp recht op. En we beginnen zo dadelijk op rechts. Steun. Strek één been naar voren. Tenen trek ik naar mij toe. Breng mijn heup wat naar achteren. En probeert u dit eens 8 tellen vast te houden. En gaat dit makkelijk, mag u zelfs nog ietsjes dieper gaan. En u voelt een rek vanaf uw knieholt eventueel tot aan de hamstrings. Voelt u hem oprekken. En we plaatsen weer terug. En we doen het nogmaals. Breng naar voren. Teen naar u toe. Romp recht. Iets dieper als dat gaat. Maak eventueel gebruik van de stoel door u vast te houden. Voel de rek. En blijf rustig doorademen. Houd dat 8 tot 12 tellen vast. En we plaatsen bij. We schudden even los. En we gaan naar de andere zijde. Naar de linkerzijde. Plaats het gewicht op één been. Kleine pas voorwaarts. Weer de teen omhoog. Zak door naar achteren. Blijf rustig doorademen. En dat is hem. Doen we nogmaals. Voorwaarts. Teen naar u toe. Heup naar achteren. Hou dat vast. 8 tot 10 tellen. Van de zijkant laten we hem zien. We doen hetzelfde been nog, dames. Daar gaan we. Pas voorwaarts. Teen omhoog. Heup wat naar achteren. En we blijven nu even wat langer staan. Rustig doorademen. 3, 2, 1. En we plaatsen terug. We schudden weer even los. Doe nog 2 maal per been. We gaan op het rechterbeen beginnen. Verplaats het gewicht. Naar voren. Zak wat verder door. Teen omhoog. Rustig doorademen. En we houden hem even vast. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nog eenmaal. Voorwaarts. 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. We schudden even los. We gaan naar de volgende oefening. Dames, maakt u gebruik van een stoel die u daar heeft staan. Dit is meer voor het evenwicht. We gaan proberen nu de voorkant van het bovenbeen wat op te rekken. De quadriceps. U mag een stoel pakken. We verplaatsen ons been weer. Het gewicht weer op één been. En u mag of de knie buigen, de heup wat naar voren duwen. Dan voelt u hier wat rek komen. Of u mag ook de stoel vastpakken. Pak als dat lukt uw been, trek de knieën naar elkaar toe, duw uw heup naar voren en dan voelt u de rek op uw bovenbeen en houd dat maar eens even vast. Rustig doorademen. En dit zal wat moeilijk zijn misschien voor het evenwicht, dus maak gebruik van de stoel, hou uzelf vast en we plaatsen bij. Schudden even los. We gaan nu naar het rechterbeen. Ik verplaats mijn gewicht weer op één been, pak mijn voet vast. Trek de knieën naar elkaar toe. Romp rechtop. Knieën naar elkaar. Duw mijn heup naar voren. En u voelt de rek op uw bovenbeen. Houd dit maar weer vast. 8 tot 12 seconden. Desnoods met de stoel. En plaats bij. We schudden even los. Dit was dus echt voor de quadriceps. Hamstrings die we gerekt hebben. En we eindigen met een rustige ademhaling. Brengen de armen omhoog. Adem in door de neus. En adem uit door de mond. Dank u wel en tot een volgende keer. Dames, bedankt.